Wat gebeurt er als je 40 kijkers op 4 platformen zet en dan de Twitch chat live laat bepalen welk platform weg moet en wie dus dood moet? Nou, dat is precies wat ik deed. Ik maakte namelijk in mijn Minecraft server een groot platform met 4 vlakken. Daar konden alle kijkers op gaan staan. En daarna was het aan de Twitch chat om te bepalen welk platform wegging en wie dus dood ging. De eerste paar foto's was het telkens erg duidelijk. Gold verdween. En na een hevige strijd tussen Diamond en Emerald verdween op een gegeven moment ook Emerald. En hierdoor waren er op een gegeven moment zelfs nog maar 4 mensen over. Een guy met een hoodie, Uganda Knuckles, Appa en Steve. Ik gaf ze allemaal hun eigen platform. En oké, wie denk jij dat gaat winnen? Pauzeer de video nu door op het beeld te klikken en misschien heb je het zometeen wel goed. Ja, gedaan, oké. Om ervoor te zorgen dat de mensen die live meekeken niet partijdig waren, persoonlijk me om te draaien zodat zij niks konden zien. Na heel veel intense voting stierven Uganda Knuckles en de guy met de capuchon. Het werd een 1v1 tussen Steve en Appa. Wie kreeg meer votes? Wat zijn de chat? En uiteindelijk was het Appa die meer votes kreeg en daarmee stierf. En daarmee had Steve nu gewonnen. Gefeliciteerd. En had jij het goed? Laat weten in de comments.